Hey Jordi. Hey. Wat fijn dat je ons wat meer wil vertellen over je vrijwilligerswerk binnen de bibliotheek. Ja, graag. Kan je mij vertellen waarom je vrijwilliger bent geworden? Ja, misschien een beetje achtergrond. Ik doe vanaf mijn 7e, 8e aan atletiek bij de lokale atletiekvereniging. Naarmate ik wat ouder werd, ben ik een beetje gaan kijken hoe kan ik die ervaring en kennis ook overdragen op de volgende generatie aan kinderen. Dus nou, binnen atletiek kwam ik dan al snel uit atletiek trainen. Dat is wel iets wat ik nu al heel wat jaren met veel plezier doe. En ik ben daarna gaan kijken, nou, hoe kan ik hetzelfde ook doen met mijn werk als programmeur, als developer. Hoe kan ik die kennis ook overdragen aan kinderen en daar iets mee doen. Dus daar ben ik naar gaan zoeken. En uiteindelijk ben ik bij de Code Dojo uitgekomen. Een organisatie die kinderen leert programmeren. Ook in samenwerking met veel bibliotheken in Nederland. In dit geval de bibliotheek Kennen Me Waard. Dus vandaar uiteindelijk ben ik daar ook terecht gekomen als vrijwilliger. Een hele mooie combinatie voor jou zo te horen. Ja. Hoe heb jij het afgelopen jaar ervaren? Ja, het was in het begin een beetje wennen. Hoe kunnen we de offline dingen die we bij de Code Dojo altijd doen. Kinderen leren programmeren op de computer met Scratch, games maken. Maar ook vooral offline robotjes besturen en programmeren. Dus zijn we gaan kijken, ja, hoe kunnen we dat anders aanbieden. Hè? Hoe kunnen we die kinderen nog steeds een Code Dojo aanbieden? Dus zijn we uiteindelijk op online sessies uitgekomen. En daarmee kunnen we ook kinderen leren programmeren en games leren maken en websites leren maken. Dus dat is even wennen in het begin, maar uiteindelijk was online een hele goed alternatief. Dat klinkt zeker goed. Waar ben je het meest trots op wat het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden? Ik denk vooral op die snelle omslag die we hebben kunnen maken naar de online dojo's, hè, de online sessies, om met die kids aan de slag te gaan. Dat was wel vrij snel. Ik denk binnen een week hadden we wel al het materiaal vanuit de Code Dojo om daarmee te beginnen en die sessies op te zetten. Dat hebben we gedaan en dat beviel eigenlijk ook heel goed. Met als bijkomend voordeel dat je nu ook kinderen uit heel Nederland eigenlijk kunt bereiken in plaats van meer lokaal op je eigen omgeving. Dus dat was ook wel heel leuk om te zien. Maar vooral die snelle omslag ben ik wel heel trots op dat we dat snel hebben kunnen bereiken. Klinkt hartstikke goed allemaal. Dankjewel. Graag gedaan.